handje vasthouden zo met één hand. Dan zien mensen wat je doet. En nu ben je met twee handen boven je bekertje en dan zien mensen niet meer wat je aan het doen bent. Oh, oké. Okay. Maakt niet uit. Detail. Is eigenlijk zo. System, ja. En hoog gieten. Ik zou er geen wit mee bij doen in ieder geval. Geen jurk. Niet zo heel veel wit mee. Dan geef ik jou even een lepeltje, omdat je heel veel gisteren gegoten hebt. Dan steek je erin en dan maak je een achje. Niet meer, één achje. Heel goed. Ja, en dan haal hem er weer uit. Wat gaaf dus. Ja. Dat is toch gaaf, dat is toch gaaf. Om de kleur te mengen, want ik goot hem veel hoger en dan mengen de kleuren meteen. Yeah. En bij jou is hij niet echt, dat lepeltje alleen al ja. hebben. Dat is wel gaaf. Kunnen we dat zien? En dan is het dus even een kussen. Nice. En haal je dit gewoon eraf? Ja. Canvasdoekje erop. Juist hem. En dan wat even gelijk omdraaien. Voorzichtig. Niet heel veel. Je hoeft niet heel hard te duwen. Oh. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Leg je hem weer neer. Zet je hem weer neer. Juist hem. Dan kun je de kleur eromheen gieten. Die je wit, die je nog hebt. En jij mag ook even zo of niet? Ja, zou ik niet doen. Oké. Okay. Niet zoveel extra effect, zeg maar. Okay. En dan mag je het bekertje optillen. Je hoeft hem nog niet schuin te houden, dus alleen even optillen. En dan kijken wat er gebeurt. Ja, precies. Zorg ervoor dat hij er wel op blijft. En dan? Ja, laat hem maar gewoon liggen. Doe je bekertje maar even aan de kant. Juist hem. Laat hem maar liggen. Leg hem maar neer. Jo. Dan gaat hem eerst even met die brander even. Oh, oké. Okay. Ja, wat je wil. En je ziet dus dat die luchtbelletjes ook knappen, hè? Dus dat is ook belangrijk, dat die luchtbelletjes kapot gaan. Oeh, maar je hebt echt mega veel cellen, zie ik al. Wow. Kijk, maar ik heb geen fluit die ik kan doen. Heel goed. Niet te dichtbij, inderdaad. Oh, niet te dichtbij. Ja, dat is wel goed zo. Oh. Ja, hij gaat vanzelf uit. Kom maar, geef maar. Geef spannen? Ja. Vind die andere kan je gewoon uitdraaien. Ja, deze ging normaal gesproken ook. Ja, dan... En nu kun je hem oppakken en een beetje scheef houden, voorzichtig. Zodat hij wat meer verdeelt. Waar je nu wel kan kijken, bijvoorbeeld hier heb je heel veel goud. Ja. Dus ik zou niet meteen naar die kant, want dan gaat het eraf, snap je? Wat je wel zou kunnen doen, want die hoekjes zijn het lastigst. Leg hem eens nog even neer. Die hoekjes zijn het moeilijkst om die onder de verf te krijgen. Mm-hmm. Dus je zou hier dus alvast op dat hoekje, omdat je dat goud wil bewaren. Ga ik een beetje vanuit dat jij dat goud wil bewaren. Nee, gewoon de verf erop gieten. Dat er al verf op het hoekje zit. Oh, die witte verf bedoel je? Ja. Die er nog in het bekertje zit? Ja. Ah. Dan gaat het makkelijker mengen of zo. Nee, als je hem zo meteen schuin houdt, dan ben je heel veel goud kwijt hier. Omdat dat hoekje heel moeilijk... Maar je kan hier nog niet een beetje bijgieten dan? Ja, je kunt ook goud pakken. Ja, vervelend hè, die camera. Maar de mensen thuis willen ook zien wat jij doet. Ja, misschien maken we al een vergok hier, joh. Ja, you never know. Ja, vooral in het hoekje. Ja? Ja. Een beetje. Mm-hmm. Je zit er niet meer zoveel in. Nee. Lijkt wel lekker, hè? Het grootste gedeelte daarvan zul je er toch afgieten. Dus dat ja. is niet zo'n ramp. Yes. Dus nu ga je hem schuin houden. Dit wil je, neem ik aan, bewaren, dat goud. Want mm-hmm. dat heb je bijna nergens. Dus ik zou eerst naar die kant gieten. Dus dat die twee hoeken afgedeeld zijn. En die. En dan voorzichtig dit. Maar doe wel vooral voorzichtig. Want je hebt echt 3000 cellen of zo. Deze hoek is nog niet bedekt.
Ik geef een seintje, ja. Die hoek is wel al bedekt, hè? Want daar had je al wit overheen gedaan. Ja, oh. Dus dat hoeft niet per se. Of je moet het wit weg hebben. Die kant zou ik eerst even doen. En kijk uit wat er gebeurt, hè? Als het te ver gaat, dan moet je stoppen. Voorzichtig, zie wat er gebeurt. Door die warmte komen nog cellen bij. Niet te dichtbij. Oh, zie, dat gebeurt er dat je er dichtbij zit. Uitens. Je kunt ook zo branden, hè, dat je hem van de zijkant zo. Het gaat alleen maar om die warmte. En ik vind zelf altijd dat je niet overal met die branden hoeft. Nee. Want er zitten al zoveel cellen in. Nou is het de eerste keer dat ik met die dimethicone heb gewerkt. En ik denk dat ik er wat minder in mag doen, want het zijn wel extreem veel cellen. Moet je even iets schurbeelden? Nee, dat kan. Dan is daar de... Oh. Het ding van leven, dat kan ook. Zo is hij wat andere kant op als je hem uit wil. Ja. Oh. Juist, dan ga ik die nog even proberen. En als je nou nog een... Nee, het is geen zin. Ja, je kunt er een kleur overheen. Er zijn, ja, je kunt er kleur overheen. Maar ik vind dat zelf over het algemeen niet zo mooi. Ik vind het mooier altijd om hem gewoon zo te laten. Ik heb er te veel dingen in gedaan, denk ik. Maar hij gaat nog een half uurtje nawerken of zo. Hè? Dus we zullen nog wat kijken. Hier komt ook al wat meer goud naar boven, zie je dat? Ja. En hier zit al wat meer goud, dus dat komt vanzelf wel. Ik vind hem wel echt heel gaaf. Ja. Ik vind het wel mooi al die dat goud gemengd is met dat blauw. Dus krijg je die groentinten. Dat vind ik wel heel gaaf. En hier die paarstinten door dat roze en dat. En hier die hele kleine celletjes vind ik ook wat heel mooi. Nou, die diepe kleuren blauw en zo, dit vind ik wel gaaf. Ja. Ja, dat is als je natuurlijk heel contrastrijke kleuren neemt, dan krijg je dus een heel groot nuanceverschil. Ja. Dat is gewoon echt heel mooi. Dat stokje is nog steeds mooi. Is dat stokje nog steeds mooi, hè? Dit is gewoon echt geweldig. Dat is gewoon kei mooi. Zie die aders met dat rol? Ja. Schittering van de lamp. Nou, hé, je eerste keer. Ja, ik heb ook echt. Ik had echt geen deur te doen. Niet zo heel gaaf, dat deel.